And what makes this hospital special? A doilea, vreau să spun că ca pregătire medici sunt destul de buni. Dar cea mai importantă aici e să fie utilați cu spați, să lucreze cu utilaj modern. Het is een prachtig terrein. Het is eigenlijk een soort park, maar er staan een heleboel gebouwen op. En dit is het schema van al deze gebouwen, om wegwijs te worden. En dan zien we nu het hoofdgebouw. Het gebouw waar eigenlijk alles omheen gebouwd is. 1910, 2010. Hier is ook een groot feest geweest laatst om het 100-jarig bestaan te vieren. 100 jaar, zei meneer Alessandro. Draaien we al en daar zijn ze trots op. Het is een heel groot feest geweest met 800 mensen, 800 belangrijke mensen. We gaan even een rondleiding krijgen hier door het ziekenhuis en dan zien we het allemaal nog beter. Momus, zit Momus goed? Zo, we zijn nu in de ruimte bij de operatiekamer. Zoals u ziet zijn we daar helemaal voor geprepareerd. Dit is de eerste ruimte waar mensen helemaal klaar worden gemaakt voor de operatie en alles gedesinfecteerd is. Hier gaan we de operatiekamer van het ziekenhuis Kaohsiung binnen. De operatiekamer is net helemaal schoongemaakt. Alles staat klaar. Dit is dus een van de belangrijke ruimtes, met name ook met het aggregaat. Dat in het verleden dus hier gewoon de stroom uitviel, dat is dus een groot probleem. En gelukkig hebben we dat met het nieuwe aggregaat kunnen voorkomen, waardoor de operaties gewoon kunnen doorgaan. We zijn hier bij het aggregaat, wat vorig jaar gebracht is door de stichting. Dat wordt drie keer in de week wordt die gemiddeld gebruikt voor het leveren van stroom voor het hele ziekenhuis. Wat verlichting buitenom betreft, pakt die allemaal mee. Het ziekenhuis bestaat uit diverse gebouwen, diverse locaties gebouwd, al die gebouwen. Dit ding is voor hun een uitkomst, want het kleine aggregaat dat staat hier aan de andere kant. En dat is het oude dingetje, dat was 10 kilowatt, dat nieuwe ding geeft 100 kilowatt. Als je op de operatietafel ligt en de stroom valt uit, dan heb je dus echt een probleem als je erop ligt, want je blijft liggen. Het ding is geschonken door de UMC. Drie vrijwilligers die tikken zo'n ding op de kop. Die repareren hem, ze reviseren hem. En hij wordt weggegeven aan de stichting ARAI. What did the foundation bring here in Moldova? Dit is pentru mine personal, fundația și atât pentru pacienți a dus un folos foarte mare. Sunt pacienți mulțumiți de ceea ce toate cadourile, sau cum să le spunem, care au fost venite din partea. Nou, na de operatie, zoals dat ook in Nederland plaatsvindt, dan gaan de mensen in eerste instantie naar zeg maar het uitslaapgedeelte. Daar gaan we nu heen. Op rechts is de operatiekamer. En dan komen we nu, even de deur op waar ze eventueel uitkomen. En dan komen we nu op het gedeelte waar mensen dus uitslapen, bijkomen, in de gaten worden gehouden. Ook mensen dus voor de intensive care. Je ziet hier het longapparaat, waar de mensen dus, en het hartapparaat waarmee ze dus onder controle blijven. En als de mensen zijn bijgekomen, dan gaan ze uiteindelijk naar de laatste gedeelte, waar ze nog een laatste check krijgen. En geheel ontsmet worden van toch eventueel nog infecties die de operatiekamer teweeg gebracht zou kunnen worden. En dan gaat men uiteindelijk naar de definitieve kamer als ze helemaal hier bijgekomen zijn. Dan komen we in het laatste gedeelte en zoals we kunnen zien ligt hier ook een patiënt die pas geopereerd is. Die is helemaal onder controle. Bovendien zien we de monitor waarin alles gecontroleerd wordt. Nou, ik weet niet of deze man het ook straks allemaal nog kan aanvertellen. Zo, meestal als ze echt in de uitslaapkamer komen, dan is dit het. Nou, de bedden die verdienen toch nog wat aandacht. Ik denk als ze misschien nog eens een ziekenhuis in het land gaat renoveren of de spullen gaat vervangen,
dan denk ik dat het hier een hele mooie bestemming zou kunnen krijgen. Medicijnenkastjes en zo, het is wel verouderd allemaal, dus ik denk dat alle spullen hier welkom zijn. Nou, je ziet het, dit zijn eigenlijk ondenkbare dingen in Nederland met stroomstekkers en zo. Dat komt bij ons allemaal keurig uit de muren. En hier zit alles nog op de wand. Vanaf een afstand is het een prachtig gebouw, maar nu zie ik die trap, die ziet er niet uit. De trap die we nu zien, die moet gerepareerd worden en daar zoekt men nog een fonds voor. Dus misschien is er iemand in Bunschoten die zegt, dat wil ik voor mijn rekening nemen, zodat die trap in ieder geval netjes gerepareerd kan worden. Heb je een bedrag in gedachten? Ik zou het niet weten, maar het zal niet zo duur zijn hier op Waver. En wel belangrijk, het aanzicht van het gebouw. Maar ook voor de veiligheid. Ja. Hier staat een pompwagen, die is vleeg meegekomen met het transport. Daarin, het personeel van het ziekenhuis heeft daar zo'n schik van. Verder moest alles met de hand gedragen en gesleept worden. Nu gooien ze het op een pelletje en ze hobbelen over het hele terrein in. Dus het is al een verlichting van de arbeid die ze moeten doen. De laatste vraag was eigenlijk een inkopper. Want de vraag, wat vind je van de mensen van de stichting? Daar verwacht je natuurlijk ook een mooi antwoord op. Had hij ook, van harte. Hij zei, deze mensen die hebben er zo'n plezier in om iets voor anderen te doen. En dat laten ze blijken. En het gaat ten koste van hun tijd. Ze besteden er zoveel tijd aan. Soms ook ten koste van hun gezondheid. Maar dat maakt niet uit. Ze vinden het heerlijk om zoveel voor mensen uit Moldavië te betekenen. En dan kun je wel begrijpen hoe hij over ze denkt. Hij is heel blij met deze mensen. En eigenlijk wij ook.